Wat is dan het doel? Is dan een Ziggo Dome een doel? Een Ziggo, een Afa zou... Je ziet het. Ja, toch? Zou Ruina zijn. Herre Samati. Hij is label-eigenaar. Hij is onlangs vader geworden. En hij is een van de grootste artiesten die Nederland kent. Ik heb het over niemand minder dan Jo Silvio. Een eigen show, uitverkochte show hier in de Melkweg, kan natuurlijk niet ontbreken. Ik was aanwezig bij zijn allereerste release party van zijn album Massive. En nu ben ik bij zijn allereerste uitverkochte concert hier in Amsterdam in de Melkweg. Volgens mij gaat het dak er vanaf. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er binnen aan toe gaat. Ik neem jou mee. Ik zeg, let's go. Helle euro's en een jongen deed dat zonder school. In de kitchen daar een jongen wipte helle dood. Ben in de studio op dreef, jij bent liever met hoes. Ik stek die money, stek die money, stek die money ho. Ja, daar zit ik dan naast de one and only Silvio. En allereerst... Ja, we go like way back. Ik weet nog dat ik bij allereerste album bij release party was, zaten we ook op een bankje. Je had grote dromen, doelen. Is dit een van de dingen die je nu kan afvinken? Jazeker man, ik heb er eigenlijk best wel lang mee gewacht of zo man, om echt een eigen show of zo te gaan doen. En nu is gewoon tijd, dacht ik man. Ik heb zoveel klassiekers gemaakt, ik heb zoveel mensen die me daarom vragen telkens. Dus dit was gewoon de tijd man. Ik keek een beetje om me heen, kreeg kippenvel, want ik zag ook gewoon moeders met kinderen, vaders met hun kinderen, jong publiek ook. Is het ook een beetje wat je had verwacht? Toch ook ander soort publiek? Ja man, daarom heb ik het ook expres op een zondag gedaan en wat vroeger op de avond, zodat het ook toegankelijk voor iedereen was, zeg maar, weet je. Want ik sta veel in de nachtclubs, ik sta veel op nachtpoppodia, weet je, dus meestal 18 plus poppodia, weet je. Dus dat, ja, dus die jonkies die konden niet komen vaak, en vooral in Amsterdam en omstreken. Dus ik dacht, laat mezelf gewoon iets heel doops creëren. En wel een concert vibe, zodat het ook weer voor het oudere publiek toegankelijk is. Dus niet dat je denkt, ik sta tussen alleen maar jonkies. Dus ja, zo krijg je gewoon een heel mooi gemixt publiek. Het was heel mooi, want voor mij stond de moeder met haar kinderen ook gewoon mee te dansen. En ja, dat zijn mooie dingen. Over moeders gesproken, ja, hoe trots is moeders nu? Mijn moeder is super trots, man. Ja, maar ze zit in mijn eigen kleedkamer ook momenteel. Ze was er gewoon de hele dag bij al. Ja, man, precies. Ja, woorden kunnen niet op, weet je toch? Wat waren haar eerste woorden toen je net naar de kleedkamer ging? En, ze is helemaal hyped. Het was helemaal lauw. En dit, we hebben dit nog nooit gedaan, zeg maar. Zeg maar zo'n exclusieve show, zo uitgebreid. Zo Jo Silvio gericht, zeg maar. Ja. Weet je, zo Helle Cash gericht, dat hebben we nooit gedaan. Dus het is voor iedereen en voor mijzelf ook natuurlijk helemaal nieuw dit. En dus het is geslaagd, gelukkig. Het is, als je het aan mij vraagt, zeker geslaagd. Ik heb heel veel shows van je gezien en dit was toch echt anders. Het was bijna een belevenis, ook met de beelden op de achtergrond, de kleuren, zelfs een outfit change. Ik kwam er ook even bij kijken. Hoe betrokken was jij bij dat hele proces vooraf? Ben jij een artiest die echt zich ook bemoeit met, ik wil het zo hebben, ik wil het zo hebben, ik wil deze kleuren? En... Ja, zeker, zeker. Ja, man. Ik wou dit eigenlijk al heel lang. Wat ik zeg, ik ben alleen zo druk geweest. Ik heb zoveel shows gewoon al... had ik staan, zeg maar, in de afgelopen jaren, dat ik eigenlijk geen tijd en ruimte had om dit te creëren, weet je. Dus al deze ideeën, die visuals die je hebt gezien, dat waren eigenlijk al die ideeën die we altijd al hadden. En ik heb gewoon een heel, heel sterk, niet alleen management, maar ook gewoon muzikaal team naast me, je weet toch? Dat is gewoon één family, één base. En we weten gewoon heel goed waar we naartoe willen, weet je. En zo hebben we dit met z'n allen kunnen creëren, man. Naast dat ben je ook gewoon label-eigenaar van Helle Cash. Hoe combineer je dit allemaal met elkaar? Want Helle Cash gaat natuurlijk ook gewoon door en gaat ook ontzettend hard. Zeker. Ja, kijk, weet je wat het is? Helle Cash is niet, het is wel echt een label en ik ben ook echt label-eigenaar. En ik coach ook letterlijk al die jongens één voor één, van K.A. tot aan Asjafar, tot aan Moeman, tot aan de mensen die nog gaan komen. Je weet toch, ik ging bijna door, hè? Ja, ik ging bijna door, hè? Dus, ik mag niks zeggen. Dus je weet toch, dus, ik ben daar gewoon zelf heel erg bij betrokken. Maar omdat ik er zo bij betrokken ben, zijn hun ook heel erg bij mij betrokken. En ook in mijn persoonlijke leven enzovoort, weet je. Dat is gewoon mijn manier van werken. Ook met dat management en dat muzikale team met wie ik gewoon... Iedereen met wie ik werk is gewoon heel erg betrokken bij mijn leven. En ik ben ook betrokken bij hun levens. Ik denk dat dat alles wel, zeg maar, combineert, weet je, op de juiste manier. Plus ik ben daar, zeg maar, om van al mijn jongens een of grotere of net zo grote artiest als ik zelf te maken. Ik denk dat als je er zo in staat, dat iedereen gewoon, je weet toch, all out gaat. Lil mama is a freak in the bed, zij is all about stops, ik ben all about cash, hey. Ja, freak in the bed, zij is all about stops, ik ben all about cash, hey. En wat voor adviezen geef jij dan aan ja, jouw artiesten, iemand als bijvoorbeeld een Asjafar? Ja, dat hij gewoon soms blind een interview met Phoenix aan moet gaan.
dat hij geprankt kan worden. Nee, je weet toch? Nee, Asha, je weet toch, nee, Asha gewoon letterlijk alles wat hij doet, bekommer ik me over. En niet dat hij niks zelf doet, want hij doet superveel zelf, je weet toch? Maar wat heel lauw is, ik heb hem gewoon vanaf dag 1 gezegd, yo bro, alles wat je wilt doen, ik sta achter je, maar kom naar me toe. We gaan niet zomaar iets, je weet toch, laten we samen 3 keer kijken. Want zo, ik heb gewoon een paar jaar achter de rug. Ik ben ook zeg maar met een eigen label samen met Van Klasse, dus samen met Esco opgekomen. Je weet toch, ik weet hoe het is om van niks te komen. Dus bro, luister alsjeblieft naar het advies wat ik je daarna geef. En als je dan nog steeds die route wil gaan, dan kunnen we die route gaan. Maar luister even naar wat ik zeg alleen. En op die manier box je met elkaar en kom je er gewoon op de juiste manier uit, weet je. Ja. En je ziet waar we nu met Asjevar terecht zijn gekomen. En met KA en met Moeman. En ga zo maar door straks. Wat zijn nu dan de vervolgstappen? Ik bedoel, nu Melkweg uitverkocht. Is de volgstap dan AFAS, Ziggo Dome, Tour door Nederland? Ik denk dat ik wil sowieso nog een keertje naar België toe met deze show. Ik wil nog een keertje naar de andere kant van Nederland toen met deze show. En ik denk dat we daarna wel ready zijn voor een nog grotere show. Wat is dan het doel? Is dan een Ziggo Dome een doel? Een Ziggo, een AFAS zou... Je ziet het. Je weet toch? Het zou een ruïna zijn. Herre Samati. En wat zijn jouw plannen nu verder? Als het gaat op muzikaal vlak. 2020. Kijk, weet je. Heel veel mensen. Het is nu letterlijk 2019, toch? 2020 heet geen 2020. Je kan het gewoon helle cash noemen. Dus 2020 kun je wegschrappen. Dus als je datum doet, kun je daar, met die laatste datum kan je HCG doen als je wilt. Want die zo heftig gaat het helle cash season worden. Je doet ontzettend veel. Hoe ga jij zelf om met toch wel de druk? Want je ziet ook dat bepaalde artiesten zich soms even terugtrekken. Dat het toch wel even af en toe te veel wordt. Daar heb ik met Esco ook een interview over gehad. Dat hij soms wel eventjes zoiets heeft van, ik trek me even terug. Hoe ga jij daar zelf mee om? Want het is ook wel veel wat er op je afkomt natuurlijk. Jazeker. Kijk, ik heb sowieso gewoon een hele stabiele thuissituatie. Ik heb gewoon in het leven geleerd dat je thuis dat je dat nodig hebt. En helemaal in deze life, weet je. En ik heb genoeg situaties gezien dat niet het geval is. Dus ik heb mezelf gewoon gezegd van, hey, deze lifestyle man bro, beter voor jezelf, weet je toch? Dus ik ben gewoon helemaal, ik denk dat dat mij heel erg rustig houdt, je weet toch? Mijn vrouw is gewoon iemand die mij continu support in alles wat ik doe. We hebben net een prachtig kind samen gekregen, je weet toch? Het zijn dingen, je weet toch, je staat stil in het leven op een andere manier, begrijp je? Dus op een andere manier pak je jouw rust. Dat is mijn manier van mijn rust pakken, mezelf terugtrekken. Ik laat dat niet altijd zien aan de buitenwereld, zeg maar. Want op die manier is het niet tot jezelf komen, denk ik. Dus dat eigenlijk dat wat je niet ziet, die dagen dat je me even niet ziet snappen of ziet Instagrammen of iets, dan... Dat zijn die dagen dat ik moet terugtrekken. Ja. Dat doe ik wel hoor, je dag zeker. En ja, je hoort ook wel eens, als iemand een kind krijgt, dat verandert je leven echt op een bepaalde manier. Is dat ook bij jou, nu je een eigen kind hebt? Zeker. Sowieso man, de wereld is één grote gekke, je weet toch, gekke andere plek geworden man. Ja man, ja sowieso man. Sowieso. Op welke manier is dat anders voor jou? Ik vind het heel heftig hoe ik het nu zeg. Ik was nooit echt bang om dood te gaan, zeg maar, je weet toch. Ik vrees wel op een andere manier, zeg maar. Maar ik mag nog niet doodgaan man. Begrijp je, zeg maar, zulke shit. Je weet toch zo? Je weet toch dat is nu wat het leven gewoon heel anders maakt of zo, man. Ik moet er nu echt nog zijn voor het gevoel dat je misschien nog extra moet bewijzen en nog harder misschien moet gaan. Zo, man. Dat is één ding. Ik weet niet hoe dat voor andere vaders zeg maar, zit, maar sinds ik weet dat ik vader ben geworden, ben ik zeg maar. Dat was toen ik net terugkwam uit L.A. Dus toen we net Gimma hadden geschoten. Toen werd ik die paar avonden later gelukkig gemaakt, weet je toch? Eigenlijk vanaf dat moment al. Vanaf dat moment is een hele kijk op de wereld veranderd en op dingen. Ja, maar zeker man, zeker man. Een soort van echt besefmoment. Dus zit je nu ook in de luiers en ja, dat soort dingen, ja? Sowieso. Maar dat is wat ik zeg, ik heb een hele stabiele vrouw. Je weet toch gewoon, zij is gewoon sterk op dat. Je weet toch, ik ben gewoon op de money. Ik haal de money binnen. Je weet toch, help me gewoon osso en ik ben, je weet toch. Dat is, ja man, ik heb een hele stabiele situatie op die manier, zeker, ja man. We zijn blij om dat sowieso te horen, we houden in de gaten. Heb jij een woordje voor je fans die hier vanavond waren en die ja, misschien toch net hebben gemist, maar altijd wel jouw support hebben? Ik zei het net ook al onstage, jullie zijn mijn familie, jullie zijn helle cash, ik doe dit voor jullie. Je weet toch, ik zou hier niet staan, dat zei ik ook tegen Esco toen ik begon. Maar als ik geen views pak, hoef ik niet op internet te komen bro. Als ik geen zalen zou uitverkopen, zou ik hier niet staan. Ik doe dit echt voor jullie, ik hou van jullie. Jullie maken mijn muziek elke keer weer pop in. Jullie geven mij die cijfers, door jullie kan ik leven hoe ik leef. Ewa, dus dat betekent, ik ga nog veel meer van dit soort shows speciaal voor jullie doen. Ik hou van jullie, hella love. Tjallas. En hiermee wil ik ook meteen afsluiten. Vond jij dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren op het Vanix kanaal. En ik zie jou heel snel weer. Yo Silvio, dankjewel.